1, 2, 3. Hopla. Dat is een stukje. En dat is het officieel geopend. Hè? Met deze is het Wildernispad officieel geopend. Dank u wel. We noemen het de nieuwe wildernis omdat er echt nog robuuste bossen zijn. Gegroeid op het vroegere oude park, Ferraris Park zoals men dat noemt. Men kan dat nog terugvinden op de oude kaarten. Het was hier vroeger een moeras. Dat is ook de reden waarom we nu de willigen erin brengen. En dat is een idee van Sonja de Neve. Dat is een prachtig idee geweest om eigenlijk de willigen in eer te herstellen zou ik moeten zeggen. Want het gaat dan over zowel de biodiversiteit die ze meebrengen, maar ook de geschiedenis. Want vroeger was de willig eigenlijk ook een economisch product. Wilgen zijn heel belangrijk momenteel. Laten we maar denken aan de bijen en de hommels of de bestuivende insecten. Een wilg is echt een voedselbom voor heel veel dieren. Niet alleen voor insecten, maar ook voor andere dieren. En daar kan men niet aan raken. Als we die wilgen laten staan en bloeien zonder ze te knotten in hun normale habitus laten krijgen, dan helpen we onze fauna enorm. Het is absoluut een uitbreiding voor de gebruikers van het park. Hè. Je hebt enerzijds het park als park en nu krijg je er een stuk natuurbos bij waar je ook door kan op een veilige en een comfortabele manier. Een wilg kan je het hele jaar door bekijken, bewonderen, bestuderen. Op zijn mooist is hij in de lente. De meeste wilgen bloeien in de lente met de katjes. Je hebt mannelijke katjes, je hebt vrouwelijke katjes, want een wilg is ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk. En die katjes variëren, zijn ook een middel om wilg te determineren. En de kleur van de katjes, en de hele bouw van een katje is zo fantastisch mooi, maar je moet wel de tijd nemen om even te blijven staan en te kijken. Toen de grond hier vrij kwam, was er niet direct een project klaar. Dit lag te wachten op wilgen.